stad. Kijk, daar gaat ze hier op de voet of fiets. Enkel in de stad. Hi Ellie! Had je ze toch bijna tegengehaald, hè? Ja, bijna. Waar is dat van Mofa? Nee. Met de krullenbal, is dat hier toch niet? Nee, die van Mofa dus. Nee, ja, daar had het weer te druk voor ons vandaag. Nee, we gaan nu met de processie de 18 en dan gaan we nog een onthulling maken van die gevallen van de dingen. Je kunt dan nog een maquette op de stormwielkruis. Maar vertel even Jelle, want wat voor een maquette komt dan door de storm? Ter nagedachtenis aan? Aan die gevallen van het Hinge, die wat gevallen zijn in de oorlog hier. Ja, want het had hier nooit gedaan, hè? Misschien maar. Ja, heel nooit. Want de vader van Sef is hier ook hier tegenover op de broderie. Ja, dat heeft Sef ons verteld, ja. Door de poort die te schilderen. Ja. Maar dus hoeveel waren het er? 120? Nee, hier zijn er 7 van het Hinge gevallen. 7 hier op het Hinge. Maar ook inclusief alle soldaten? Ja, toch wel, ja. Hier op het Hinge wel, ja. Hier wordt flink gevochten op de Juwa's aan vooral. Wat ziet geen over elkaar? Die waren namens een vrouw. Oké, okay, ja. We zijn het keizerspaar hier van het Hinge. Het keizerspaar? Ja, we staan er netjes op van het keizerspaar. Ja, maar dat maakt niks uit, want volgens mij was ze in een half bezig. Ja. Maar luister, dit is een goede schutterij, hè? Ja. Wilhelmina, hè? Ja. Ja, van het Hinge. Van het Hinge, ja. Wat is het geheim van een goede schutterij? Samenhorigheid, hè? Ja, maar ook als ze bijvoorbeeld op het OLS kijkt, hè? Ja. Vorig jaar zijn we 11e geworden. Is dat knap of niet? Voor een dorp, hè? Hoeveel lui wonen er op het Hinge? 700, zo wel, 800, denk ik. Totaal met de kinderen en alles erbij. Even voor de mensen die, voordat we het weer over collega Henk Hover gaan hebben. Van het Hinge is, maar in de grote stad is gewoon wonen. Ja, echt. Die Ooyers. Ja, die Ooyers wonen door, hè? Ja, die wonen er nog steeds. Ja, die wonen er. Maar Henk woont in de stad. Luister, Jelle, hoe werd ze keizer? Voor de lui die geen verstand van de schutterie hebben. 3 keer achterin de Koningsbogelaars zitten, hè? 3 jaar achterin. Is dat de keizer voor het leven? Ja, keizer voor het leven. Hè? Ja. En als ze het niet achterin beurs 3 keer. Als ze bijvoorbeeld een wiefjaar thuis, kan die maar anders keizer worden. Zo is dat. Ja, die doen er ook de vereniging. Wist ik de enige keizer voor het leven? Ja, ik ben van. Wanneer ben ik keizer? 82 ben ik keizer geworden. Dus het was 80, 81, 82? Ja. Wat is er toen gebeurd met dich? Ja, wat is er gebeurd? Ja. Was dat de hand van God, zoals Maradona zei? Of, ja, toch niet. Nee, daar moest ik geluk bij hebben. Ik hou dat geluk. Maar dat... Met 17 man waren we toen aan het scheten. Dus. Dat was een echte wedstrijd. Dat was een echte wedstrijd. Dat was niet van geven. Word je toen al samen? Ja. We waren getrouwd. We waren de jongste dochter, 4 maandje. Toen waren we ook gedefileerd voor het oost. Die woonde Kezel vroeger. Ja. Toen waren we gedefileerd. Dus, maar dan als ze... De winst dan in... Wat was de mooiste keer dan? De derde keer ook in 82? Ja, de derde keer. Of misschien de eerste keer? Ja, de eerste keer weer gunning, hè. Dat was ook schoon. De eerste keer. Maar de derde keer was ook schoon. En dan denk ik... Maar dan denk ik ook... Maar dan denk ik ook, Jelle, aan de tweede keer. Want de tweede keer, gij ze dicht dan... Begint het dan in een beetje al te dagen zo? Want stel dat het volgend jaar... Ja, dan moest er ook achter staan, vind ik. Als ze deze mensen wat er gebeuren zit, hè. Dan wisten wat ik te wachten zit, hè. Moest. Maar probeer dat eens uit te leggen aan mij. Op het moment dat ze keizer wordt, wat gebeurt er dan in het dorp? Het feest. Ja? Ja, wel echt gezellig. Hey, dat is wel verslaat. We hadden daar een schilder, woon je daar de mensen. Dan maak je direct een plaat. Die hangt trouwens nog in de schuur van keizer Jelle en zo gaat dat. Ja, die plaat die wil ik wel die. Ja, wel dan de keizer is dat gewoon een pleitje wat erover gemaakt. Dat deed je. Robby Schilder. Luister, we komen niet eerder een dag in de keizer tegen. Nee, dat en we gaan richting de Nooie Limburger weer. Ja, dat gaan we ook weer. Hè. We hebben nummer 36 in een optocht. Oh, dat werd ze allemaal al. Ja, dat weet ik al. Maar ben je nog steeds. Ben je nog steeds bij de chatterie betrokken? Ja, zeker. Ja? Ik ben nog medebeheerder van het geboebiot. We hebben een eigen geboe, hè. Hier op het Hinge. Als die hele bord gaat, de mensen nog opgehangen dan de keizer. Dus, ja, dat is... Dat vergeet ze nooit meer. Nee.
Dat die ook opstaan. Het maakt ook niet uit of het een bord is met hoeveel franje of zo. Nee, nee, dit nee. is gewoon het bord waarvan ze zegt van dat het toen de man heen uit de buurt heeft. Dat, dat is de oude foto wat erop hing. We hebben ook nu foto's. Hè. Maar, dat is de ganse ooi. Ja, en is dat uit 82? Nee, die heb ik binnen. Dat is een ooi foto van ons. Wat staat hier nou? Ja, dat is allemaal van de vastelovenvereniging. Van Pei heb ik ook opslagen. Ah! Van de eerste jaren nu, hè. De boren van de wijk. Dat staat van een café. Ja, luister Jelle, als dat staat van de speeltuin. Ik ben ook voorzitter van de stichting van de speeltuin bij ons die over dingen hebben. Met 9 vrijwilligers doen we er ook nog hier de speeltuin niet schoon. Als er een scheur is, dan weten ze dicht te vinden ook. Ja. De keuken die stuit op. De keuken. Die keuken is ja, wat is voor de speeltuin? Hebben we gewoon nu gebouw gezet, hè? Nou, wie zien het langs de... Want die speeltuin die is nog vrij nieuw, hè? Ja, nee, toch? Nee? Dat was al weer klein worden. Of 30, 40 jaar al. Mijn papa heeft vroeger ook nog altijd wie gooien. Maar hebben ze misschien de toestellen inmiddels wat vernieuwd, ja? Ja, weer klein worden, speeltuin al. En achter een dorp wonen bij jou, hè? Het ganse dorp eet vanhoog? Nou, dat moet zitten. Nou... Moest het chauffeur hebben? Ja. Dus. En waar is dat voor? Ja, dat is van een bruntje van de chauffeurie. Dat had hier echt staan. Hè. Maar dat voor de burger. Ik heb er een netje voor gespannen tot de burger niet aan de echte zitten. En die sponsor op de stek dan? Ja, dat had er nog rond tot op burger. Dan kan tenminste nog echt aan, dus dat. Lekker toch? Ja. Ja. Ze moeten wel aan de gang blijven. Hè. En doen nog in de speeltuin en nog bij de chatterie. Dus ze moeten wel aan de gang blijven zitten. Ja. Het is Jans laag bezig. Dan wil ik nog helder als wie er werkt. Wat heeft ze gedaan dan? Ik ben productiechef geweest bij Wienerbergen en Bruns en bij Parizo. Reclame. Ik ben al 7 jaar toe. Dus. 7 jaar kloon met werken? Ja. 6 jaar. Ja. En God, ga je ook naar de speeltuin of heb je weer andere bezigheden? Nee, ik heb kleinkinderen oppassen aan die boete. Ze zijn ook een paar bezigheden. En hoeveel zien dat er, kleinkinderen? 3 kleinkinderen. En God, hoe oud zien ze? Wat is dat af? Dan denk ik 14, 10 en 10. Ja, dat gebeurt 14. Dat is gewoon niet meer zoveel. Naar de speeltuin? Nee. Die hebben allemaal, die van 14 hebben langer bezigheden. Ja, die van 10 wel, joh. Die van 10 wel. Ja? Ja. En de jongen dat uit Gerrie, die werd 12 in de tuin. Remco. En is Luna en Dunja. Sorry, die namen vergeten zijn. En Remco is 10 of 14? 10. 10. Ja. En dan komt hij bij opa? Ja, dat moet bij opa altijd. Ja, dan komt hem daar door het school halen tot ze ermee deed. Een broodje met knakkoos. En dan brengt hij hem weer naar school. Als het goed weer is met de fiets, en anders gaat hij met de auto halen. Waarom? Ja, dan moet hij van de man koken. Vanavond moet hij weer gaan sporten. Dan moet hij hem naar het sporten brengen. Dan gaat zijn moeder, die is dan klaar met werken, hem dan halen. Zijn kleinkinderen was ook wel bezig, ja. Nee, maar daar zit ze midden in het dorp. Ja. Maar is toch... Het is geweldig, zoveel plaats en zo'n grote hof. Ja. Ja. We hadden gewoon niet meer met de shop, hè. Nee. Apparaatje. Een apparaatje? Ja. Fresk, hè. Dus... Met de andere hobby's toch? Met de tijd mee gewoon? Met de tijd mee gewoon, hè. Dus het is chatterie, het is een hof, het is de speeltuin. Ja. De carnaval eigenlijk ook. Ja, dat is een opslag, of is dat alleen de opslag? Opslag. En we hebben ook bij de jeugdspringkaan hier. We hebben een eigen vereniging hier. De springkaan hier, over dingen. Is dat voor de jeugd? Voor de jeugd, jeugdclub eigenlijk? Ja, dat is ook heel leuk. En wat doet je door? Ja, ook de jeugdprins hebben we dan ieder jaar. De wagen. De jeugdprins aan de slag brengen. De wagen. De jeugdprins hebben we dan met de groep. Dat is ook leuk. Ziet je nou net als Sef de heet tegenover woont en die we ook gesproken hebben. Ziet je nou echt geboren en getogen? Nee, ik kom uit zuiden. Ik ben van Brunsum. Van Brunsum. Ik ben een Rudy! Een lotgenoot! Ik ben een Brunsum. Zeggen ze toch een Brunsum? Geboren aan de keizer, die komen uit het zuiden.
Ah, maar dit is ook eldelijk hoes. Ja, dit is hier waar mijn opa en oma vroeger gewoond. Toen hebben we hier het hoes vroeger gehad. En wie ik 1 jaar woord ben ik hier komen wonen, toen stof hier de opa. En toen is die oma dan bij ons ingetrokken, zeg ik. Dus dat is mijn ouders hoes. Ja. En met hoeveel wordt geen hoes? We waren met 8 en dan pap en mam en die moeder met 11 man daar in het hoes. Het zal vast gezellig zijn geweest. Via de boerder. Ja, hier via de schuur waren het hoes. Via de schuur, ja, waren het. Ja, een groot gezin. Er zijn er inmiddels zijn we al met over de 50 van, van de familie. De nazaten, zeg maar, van pap en mam. Zijn dat leuke feestjes? Hoeveel feestjes hebben we? Ja, vroeger werden eerder verjaardag gevierd, maar dat gaat allemaal een beetje verwateren. We hebben 1 keer per jaar een familiefeestje. We hebben een familiedag, hè? 1 keer per jaar. En waar wordt dat gehouden dan? Dat hebben we in het chattengroep gehouden, maar dan moeten we het anders gaan zien. We hebben een keer bij ons geschoten met de familie, hè? Doen we het. Ja, dat een hapje bier. Dat kan de keizer wel regelen, dat soort dingen, hè? Ja, een hapje en een drankje erbij, hè, voor de familie. Ja, dat is toch leuk. Nu voor een jeugdkoning zitten. Ik heb nog één vraag. Nou staat hier een keuken paraat. Veel dadelijk in de speeltuin, ja. Hè? Ja, ja. Kan ze dadelijk door 3 gangen menu krijgen dan in nee, de speeltuin? Nee, we zijn maar met 9 vrijwilligers. En door de dag is er geen entree en is ook geen oppas. Maar die keuken, die kump in dat gebouwtje wat er staat? Ja, nee, we gaan een nieuw gebouwtje zetten. Ook nog? Ja, ja. En dat is financieel allemaal al dicht getummerd en zo? Ja, dat is... Is dat een beetje... Ja, we hebben nog hier van de winkel hier, de grote winkel uit het zuiden. Daar kregen we dit jaar donaties van. We kunnen door de flessenbonnetjes doneren. Statiegeld. We hebben dan een huisje geboekt, morgen gemaakt. En de mensen kunnen hier in de winkel een paar statiegeldbunnetjes erin doen. Dus dat is opbrengst voor de speeltuin. Dus eigenlijk steunt gans echt? Ja, ja. Tenminste, als ze een pijn naar de winkel komen. Als ze pijn naar de winkel komen, ja, hè? Ja. Maar die grote winkel, hè? Ja, waar we de naam niet van zullen nemen. De naam mogen ze niet nemen. Dan steunen ze de speeltuin op het hingen. Ja, als ze bij Jan komen, kunnen ze dat tot erin door. Hey, Jelle. Goed. Keizer. Ja. Keizerin? Ja. Moeten ze dan keizerin zeggen ook tegen ons? Ja. Keizerlijke oetzending. Sommigen zeggen majesteit. Majesteit. Goed. Zeg je dan ook van landgenoten? Ja, dat hoor ik van op de oorlijst dan. Ja, ik zag de kunst. Ja, dat is goed. Zeewels toch? Ja, wie moet er ook heen, hè? Ja, Rudy en ik zien samen. Ja, Eerste weekend zien we hier op Zotrak op de Nooie Limburger. Dus drinken we tot dan. Ja, is goed. Afgesproken. Ja, oké.